Kom kuier saam met my in die Rigtersveld en in Namakwaland, waar ek met een paar van die ouwe mense van die Namas gaan gesels. Die Namas sien hulle self as die enigste werklike afstammelinge van die Khoi Khoi en dis ook die enigste dialek van Khoi Khoi Goab wat nog oorleef het. Ek stel baie belang om te gaan sien hoe levendig hierdie kultuur van die Namas nog is. As ek praat, dan sê ek, ek praat Nama. Die dagje Nama kowa parankwa. Ons is nie mense wat violent is nie. Ons is nie mense wat veglustig is nie. Ons luister graag na ander mense se argumente ook. Dit is ons geaardheid. Was. Goeiemorgen, ek is Dorothea Davids. Ek is oorspronkelijk in Namibier. Ek is 1962 gebore, die 3 januari, een somerskind. Een nasie sonder een taal, sonder een kultuur, is een visielose nasie. Jy hang iewers in die lucht, jy is maar net tussen die mense. So, taal en kultuur is een integrale deel van enige menselijke wezen. Dit is baie belangrijk. Taal en kultuur kan niet van elkaar gesky word nie. As kind het ek mis na net Nama gepraat, of Nama die taal, huis taal is net Nama. Hy is nie Afrikaans. My ouma Tamara gepraat, sy het Wambo gepraat, dat sy met Hollands ook gepraat, destijds. Maar ik was nog meer gegrond op Namatal, Tamara en Wambo. Toen ik hier kom in Zuid-Afrika, in 1960 die hier gekom. Laks Afrika, dit is maar die zwaar gegaan. Die mensen lachen mij, die ze praat. Die Afrikaans vriendende mensen. Kom blijken, Concordia. En had ik daar nog gewonder, wat is dat nou zo s'nachts? Kom lachen die mensen. Ja. Het ek maar so met die Nama Bijbel, die Kosse Bijbel, naast mekaar neergelegd. Ek moet nou een taal leren, want ek ken my taal is nie. Nou, in die Kosse Bijbel kan ek nou sien, wat betekent die woord, Nama. As ek sê Tiko, dan sê die Kosse Tiko. As ek sê Goma, dan sê die Kosse Igoma. So het ek nou ons vader is gaan beginnen leren. Dus ik maar die was. Die twee talen redelijk na aan. Ja, alles bijna aan elkaar. Die Khoza, als ik zei, Tiko. Mijn God. En Nama, dat zei die Khoza Tiko. Als ik zei, Kam, Pi, dat zei die Khoza Ikam. Ik ben Petrus Josop, geboren in Karasper 1948. Nansip is mas Tobosi. Tobosi betekent dat ik de Gori waar die geboren is. Dus ons worden ook van. Die kloot is mijn slomkloot, dan word je van Karta kloot. Je wordt van Napi kloot. Nou, dat is zeker bij van, bij noemens. Die Tobosi, Habobi, Kwaha, Arab, Urikam. Dat is die categorische waar ons geboren is. Dus ik is Joseph, maar ik is Kara Joseph. En Gerber, daar is hij, kom ook uit Kral, die Kara Kral uit. Kara. Dat is die categorie waar hij geboren is. Bij die stam. Stam is met die bondswaard. Maar die categorie is Kara. Nou, Kara betekent, als ik hem vertolk in Afrikaans, dat zegt dat nou sleep. Kara. Sleep. Dat betekent die woord Kara betekent sleep. Zoals iets zwaar bij je sleep. Dat is die stam categorie. Voor mij is dit niet een taal wat zomaar net zo. Ontspring het nie. Dit is een God gegewe taal en daarom moet ons waarde daaraan heg. Want God sal jou vraag, as jy voor sy genade troon gaan verskyn, wat het jy met die taal en die kultuur wat ek jou gegee het gemaak? Hier het ons die boekie, die Kokerboom, een kerststory. En toevallig is hier die vertaling van hier die boekie. Karahuis, Christmas Thomas. Deur die vertaling, deur my eie bloednuggie,
sy dochter Dorothea Valerie Isaacs gedoen. En sy het dit goed gedoen. Mooi, my kind. Ja, so, ek is bly dat ons sulke dinge nou daarom in ons taal het. En wat ek verwag is, dat ons boeke ook in die Suid-Afrikaanse biblioteke ook moet verskyn. Dit moet 'n amptelike taal word, deel van die ander tale. Jy kan nie 'n taal van iemand wegneem en sê daardie persoon is vry nie. Nog nooit nie. Jy het hom gestroop van sy taal. Hy het geen menswaardigheid sonder 'n taal nie. En nou klou ons mense vas aan iemand se taal of iemand anders se tale en meen hulle is daardie mense. Nou kom ek, Sandra, ek sê dit altyd. Ek gee nie om of ek nie Engels kan praat nie. Ek gee nie om of ek nie Afrikaans kan praat nie. Omdat ek het my eie taal. En daardie tyd was dit die tyd van kersen en lampe, maar ek wil nie van die kersen praat nie. Ons het blikkies blikkie gehad en dan word daar paraffien ingegooi en dan het ons die dingetjie wat ons genoem het, die put. Put, ja? Ja, dan word daar een gaatjie mos gemaakt en deurgesteek en een vlammetjie. Ja. En daar het jy geleer met dit in die aand, as jy in die aand bezig was. Daar was geen televisie nie. En die tyd toe ons begin het om bioskoop te kyk, nee, ons het mos altyd gesê, bioskoop. Nou, daar was geen klank gewees nie, daar was geen klank nie. Jy mos net die prentjies volg en 'n story daaruit vir jou saamstel. En die interessantste ding is, daar was mos nonne en priesters. Jy mag nie gekyk het dat mense mekaar soen nie. As die gedeeltes waar mense mekaar soen, word uitgesny. Jy mag dit nie gesien het nie. Dit was hoe dit aan ons ethiese moraal gebou was. As ons nou gekom het Sondag, dan moet ek Sondag namiddag by die huis kom klere uittrek. Dan moet ek die honde vat, veld toe gaan kyk of die bokke veilig is. En moet die bokke huis toe kom, kraal toe kom. En by die kraal gekom het, dan moet ouma nou eerst seker maak, is hulle almal. Nou die dertie was maar so, die bokke was maar tweeling, drieling. Toe sê ek my broer, man, ons kry my vreselik zwaar. Kan ons nie van die lammers van die drieling ene doodmaak, man. Die goed is te veel. Ons moet die ene vat en dan maak ons hier in die sand, die ene gaat ons begrawe die levendige lam daar, ons maak hem toe. En ons daar so kom, wil ouma ons nou weet, ouma ken ons nou die waverbokke, die drielingbokke, waver die tweelingbokke. En wil ouma by ons nou weet, maar Petrus, waar is die lam? Sê, daar is die lammers en ma. Sê, ouma, nee, my kind, sy kind is, die bok is een drielingbok, waar is die ander lam? Ouma, die bok het net twee lammers. En tot op een dag, het hierdie story vir ons gevang. Wat is mos die, vir ouma kom blies, is net tweeling, bok het net tweeling lammers, waar die bok het drieling lammers. Toe die andere ouma nog sitte, want de saas heb je opgehoog. Oeh, is wat die een, dus met drieling. Nou, dat is vier bokke. Nou, dat is 3, 6, 9, dat is 12 lammers. Ons kan nie allemaal draai nie. Jy moet nou draai. Loop nie, dan moet jy terugkom, weer dies kom vat. Jy sê, ek broek om die moeite te verminder. Kom ons maak vir die derde lam dood. Ouma is mooi doopgehou. Oh, en vir ouma gaan hulle vertel. Ouma, weet jy, hierdie kinders, die twee kinders van jou kind, die kinders wat jy hier laat loop, man, die bokkele daal. En die lam dit van jou wat jy so gemis het is, daar word van die drieling een lam elke maal een gevat na word gaan begrawe. Waar so? Ja, waar. Ouma moest dan met die ouma gekom. Ouma moest maar sy Petrus maak daar op. Hier lê die geramdes van die lammertjes. Daar is ons geslaat, my mama, ons is geslaat. Ons is so reg en reg vastgemaak met die beestriem en geslaat. Ek is
volgens mijn ma die naam van mij geeft Willem. En de tweede naam Willem Johannes de Wet. En ik is geboren die 23 januari 1955 op Koepoes, die plekje wat hulle noem Lekkerstraat. Die mooiste, lelijkste ding wat ons als kinders gedoen is die, ek skip skep nou water, nou sit by die fontein. Hier was ons nou nie krane en goed, hier, nou moet je fontein toe gaan. Nou moet je na school, als je kom en klaar geëet het, die emmer je vat om water te gaan kry. Nou loop kry je daar jou chommies, nou speel jylle, speel jylle, speel jylle. Tot amper sononder, en as jy nou na die put toe gaan, dan het die water nie aangegroei, dat je onmiddellik water kry. Nou sit je nog met die probleem. Nou moet je als je komt klomp mooie stories kom vertel, dat je niet geslaat raak. Maar dan het die ouwer die andere dag zeker gemaakt waarvoor ouwer zijn kinders op geskep het. Dan moet je zo pak krijgen. En dat is hoekom ik een beetje voorzichtig was, want ik was een van die geweest wat een beetje bang was voor slaan. Hij was mijn kinders geweest, ons het die juist in acht gaan nemen. Vandaag wat ik nog groot zit en vertel ik mijn kinders het die goed. Ik hoop dat jullie doen die dezelfde wat die goed is wat ik kan doen, die kind was. Maar een kind is een ding met aard, bij aard. Ze hebben ons vreselijk goed aangevangen, daar is het stout geweest. Maar niet zoals vandaag de kinderen zijn. Vandaag de kinderen zijn, was hem niet stout. Dat is gruwelijk. Ons heeft meer gespeeld als kinders. Poppen zelf gemaakt, namen poppen. Wat lijkt zoals ons, rokjes gewerkt. En in die eerste tijd was naalde moskaars geweest. Nou het ons die doring gevat. Jy neem die doring, maak daar een touwkie. Ons het die mieliemeelsake, die meelsake het mos, was ons met touwe toegewerkt. Dan trek ons hulle uit, maak hulle vast aan die doring. En dan het ons geleer om naaldwerk te doen. Dit is al die type dingetjies hoe ons groot geword het. En later was ons mos in die school geleer om naaldwerk verder te doen. En ons het met uiters groot naalde beginne gewerk om dit recht te kry. My naam is Sophia Slaander. Ek is 13 Februarie 1950 gebore. Daurie! Daar is so stil, op een groeitjes, allemaal groeitjes, het was meer miel zakken, kleren. Jullie broodmeel het ons moest niet, het ons moest jullie die zakken gekregen. De groot mensen het moest gedaaien. Die letters uitgeblik en dan het hulle kleren daar uitgemaakt. Of so nie het hulle net die kleren gewerk. Die groot mense het broeken gewerk, shorts gewerk, hemde gewerk. En nou veel het ons geleer, ons kreeg ons vandaag matrassen. Ons die met kooi en sy matrassen kreeg nie, velle het allemaal gebruik. Die sitgoed was ook velle. Wat je opzet. Die kerbe wat ik had was. Dus zei die Rickard kerb. Dat ik. Dasi kerb. Ik heb een Jadkat kerb. Dat is die kerbe wat ik ook gemaakt had. Onze daar goed gedraaid. Ik heb het veel kleren ook gedraaid. Dat ze gemaakt wat nog daar is. Ik wil het geloof al in die kinders kon wijzen. Hoe ik groot ga raken. Veel kleren. Broek. In die binnen is die lab, bij die kinders in veel. Springbok. Die vroeg daar van mijn oma groetjes. Hij had niet bedens gehad. Hij had nou rechtig niet bedens gehad. Met de tijd, in mijn ma's tijd, heeft hij die oesterbedens later ingekregen. Maar in die begin. Het alleen niet eisterbeddens of een bed gehad. Hij heeft niet op velle geslapen. Hij heeft op velle geslapen. Het gloeit lekker zacht en warm. Hoe lekker zacht en warm. En mooi.
Mijn oma heeft baie mooi die velle gebrei. En die word ons gebrei, laat die vel sag is. En daar is ook om my op haar bed gegooi is. En als hy klaar is, dan lyk hy nie asof die pote van die bok was daar nie. Hy is so gelyk geknip. Die grote ding is dat nou die school. Die school het gemaak. Want in die school moet hulle nie nama praten. Hulle moet eindelijk nama praten. Maar hulle het nie nama onderwijzers nie. My naam is Tien Onste Pretty Joseph. Gebote Obies en getrouwd Joseph. As ek nou met my kleintjie praat, dan verstaan sy nie. Dan sê sy vir my, oma, praat Afrikaans, laat ek kan verstaan. Dan as ek nou op Afrikaans met haar praat, dan verstaan sy vir my. Toe was ons geverbied geweest om op die veld Nimmertal te praat, as ons Playdam soccer speel. En ek was een van die mannetjes geweest. Ek en onder ons was hy dit in standaard 3, soos in oudtaal genoem. Toe sê ek die mannetjes neer. Dan moet ons elke man een klip, twee klippe vat. En dan moet ons die klippe sit en klap. En die geluid van die klippe gaan in die schoolgebouw in. En die onderwijzers sit op die stoep lekker in die zon. Dan is dit die geraas, kan hulle nie gemaakt het op die tweede dag. En toe word ons 13 mannetjes geroep en gevra, wat is die rede? En my antwoord was geweest, die rede is omdat ons in Nimmertal kan praat. En ons is toe toegelaat om op die schoolterrein, binnen in school, Nimmertal onder mekaar te praat. Een van die goed wat ons baie mooi geleer was geweest is die, as jy school toe gaan met jy, en school ek as gekom, otjene, meester het kaatsje, meester het meek met toe nie mee. Wat dan beteken, as jy school toe gaan, moet jy luister wat die onderwijzer vir jou sê, wat moet gedoen draag. En as jy jou sê, dan moet jy mooi luister en sê, soos jy sê. Baie van die kinders het die termen in hulle se kop gehou, en later as hulle gevra raak, wat is jou naam? Daar staan die kind baie mooi op en hy vraag, wat is jou naam? Oba was dat streng op haar gewees. Sans kan ons ook nie uitgaan nie, soos jong mensen. As ons nou uitgaan, dan moet ons zo. Mijn negetje, het laatst me, het ook bij mij gelijk. Ik en mijn negetje moet schoentjes vat en die schoentjes maken of nou uitgaan. Maar ons loopt zet die schoenen bij de kant. En dan komen ons nou in. En als ouwe, als ons nog waar ouwe het geslapen, dan gaan ons zo staan. Eén voor één gaan ik en zij uit. Dat is ons weg, loopt dans. Opa, jy het ooit gevang? Opa, het nie ooit vir ons gevang nie. Ons blijft, ons loopt dans, dans en daar kom ons terug. Want my ma het bij een blanke vrouw gewerkt en was het mijn vraag geweest, paar jaren terug aan haar. Moeder, hoe was je beschreven geweest toen je getrouwd werd en ik geboren is? Toen zei ze mij, ik was een namma vrouw. Een namma man en een namma vrouw zit je. En dus hoekom ik voor mijzelf zie, en voor enig iemand zei, ik was een namma. Ik is Gert Links, geboren 16 mei 1951. Te groot derm wat vandaag gebouw verloren wordt. Wanneer je ook met een kind hier inkom, klein babetje hier inkom, moet je weten hoe je daar inkom. Je kan niet met die kind zomaar net aan de ene gaan. Want ook kinders is verschrikkelijke sensitieve mensen en dat lijkt alsof hij niks weet, maar hij weet precies waar hij die hele tijd was, die hele tijd gewaar hij, waar hij, en hij kent die omgeving soort van. Daarom moet je die oomblik als je hier inkom,
voordat je in die deur in gaan. Daar op de grond. Net zo. Je vinger. Je hoeft niet stof te zien. Je kan net zo. Wat in hem net zo maken. Of je kan hem net zo. Net zo. Die barbecue. Die barbecue. Ik zeg voor jou. Dus, als jij dit niet doet, ga jij niet zitten. Zal die kind ziek worden? Die kind zal die heel tijd schreeuwen. En jij zal niet verstaan hoe kom hij schreeuwen. Die kind verstaan niet waar hij nou is. Nie. Die oomblik als je hem streep, dan heeft hij die reek van die huis. Hij weet waar hij nou is. Mijn naam is Margrethe Frederika de Wet, getrouwd kloede. Mijn geboorte van is de Wet. Ik is 9 November 1949 is ek geboren in Eksteenfontein, wat in die verlede, toen mijn ouders daar gepleit, was het mijn zuster. Het hy die naam gehad van Stinkfontein. Ik ken hem nou niet in die Afrikaans die naam, maar ik zal op mijn manier een Afrikaanse woord gebruiken. Hasipoeier. Ons noemt het massa. Hasipoeier, daar heet ons met die netvet. Wordt droog gemaakt. En van die dikke kant van die netvet wordt hij hasipoeier aangemaakt. En hij wordt zwart. Als je hem aanmaakt, dan is hij zwart. Je vat die vet en daar vat je die poeier in, dan maak je hem snel aan. En dan raak je hem snel zwart. Dan wordt die meisje, die vrouwtje wat nou jong meisje geraakt, het gezicht opgemaakt met dit. En zij wordt daar zwart in een wit doek. Wordt ze opgezet met een tjali om haar. En dan wordt ze die zaterdagavond uitgedanst. En als hij die zaterdagavond uitgedanst wordt, die zondag is ze moest nou uit. Maar zij slaapt nog die aan in die hokje. En zondagochtend moet jij nou samen met haar. Dat is wat ik nou met mijn zuster gemaakt heb. Ga je nou voor haar vooruit. Zij loopt achter jou. Zij, en jij loopt voor haar. Maar zo vat jij haar laadje, als het laadje, hier bij die boom. En dan zit je nou bij de rivier, bij een rivierstroom. Of was daar niet aan, maar daar was een rivierstroom van ons het eigen jaar in die wetsplaat gebleven. En ik met haar tot bij die rivier gegaan en daar had ze me haar, daar had ze gebuk. En toen moet ik nou die water met die laadje in die water slaan, dat die water spat, haar gezicht nat maken. Dat is hoe ons die jong meisjes uitgedaan zit. Met die babetjes was die mans was zoals in die Bijbelse tijd besnij. Maar dat is basis al. Dat is basis al. Wanneer die meisjekind gehok wordt en die meisjekind voor 8 dagen daar binnenkant zit, was daar zekere wetten ook geweest. Traditionele wetten. Als jij, want dat is net vrouwmensen wat daar mag ingegaan het. Maar ik als die ma mag ook niet daar ingegaan het. Als die ma? Ja, ik als die ma mag niet daar ingegaan het. Zou ik een gescheiden vrouw was. En die slag van die slachting, het ons ook een geslag zoals gewone slachting. Daar is een zekere gedeelte, wat is dier gesneden het. Een been, wat is die? Dier gebreken het. Daar het been in die huis gestaan. Tot laat hij vanzelf. Dat is hier bij die. Bij elkaar komt van die. Bout. Die been. Die bout wordt afgehaald, maar die. Het moet zo'n bolkop. Die bol wordt niks daar uitgekerven. In die kant. Zodat jij net met die. Kom ik zeggen, die heilige been. Zonder om hem te breken. Moet daar uitkomen. Die been wordt niet gedeeld. Nie. Zijn lid wordt niet gedeeld. Hij wordt zo uitgehaald en dan wordt hij gekookt. En dan moet die jong meisje samen met haar auntie of oma dat stukje vlees eten.
wordt zij naar voren gekerf en daar eet zij die vlees. Maar die been wordt in die huis opgehangen, dus met haar ronde huis. Daar bij de ronde palen, bij die spallen, wordt die binnen opgehangen. Geëet het, mense as die son gesak het, dan moet die aandete klaar geëet wees. En dan het ons gewoonlik om die vuur gaan gesit, en daar sit ons ouma daar. En wanneer ons nie saam met ouma hulle was nie, het pa of ma vir ons 'n storiekie vertel. En ons sit, geen kind maak 'n geras nie. Die story word vertel en ons luister. En daar het ons oogies begin het toegeval. En dan, voordat die story vertel is, het ons die aandgebed gebid. En na die aandgebed, dan is die storiekie vertel. Sodat ons nie tydens die aandgebed slaap nie. En dan word die storiekie vertel en jou oogies val nou toe. Dan word die bed toegevat. My ouma, my ma. Hij het ons altijd gepraat oor die groot slang. Die groot slang wat in die rivier geblei het, of in die rivier blei. Wat, as jy jou windbrauwe by mekaar kom, so, of jy het, hoe noem jy het, een moesie, dan trek die slang jou met sy oor in die rivier, in die oranje rivier aan. Maar die slang is een weefie wat die mansmens intrek. Daar sê, daar is langs een man in die water. Maar ek het toegesien, soos ek ouwe raak, ook, is hoe ons van die oranje rivier af weggehouden. So, hy het vir elke ding, het hulle altijd ietsje vir jou vertel. Nou, jy moet moes nog geloof. Nou, as die mensvreder kom, dan sit jy in die dankoot, dan lokeer jy by die huis, en jy sit in die kookhuis. Nou, jy mag ons sê, as jy so keer mekaar as kinders, kan jy ook die vuur gemak, en jy moet dan net waar ek hulle kom. Dan kom die mensvreter. Waar hy dan nou sy eistertjies en goed skerp maak, dat jy nie meer hy kom, dan, daar waar jy sit en trek jy so. En nou sê, so stik en dat ek proe. En as die bloederigheid vetterig smaak, wat hy proe, dan is jy die ene. Van die slagoffers van hom. En dit het gemaakt dat ons as kinders sekere tyd, as dit net by julle op donker raak geweet het, ons moet gauw reise kant op beweeg. Ons het nie wel skape gehad, maar ons het poke gehad en het ons met die poke geboer. Vir my was dit as gewoonlik, was dit eindelijk een vreselike avontuur geweest. Om zodra die school is vrijdag sluit, dan het ik gewoonlijk gegaan naar die veeposten. Ons zijn moest nog veeposten, waar die vee moest die weiding was. Ik is Willem de Klerk, geboren 15 september 1947 in Kortoren. Daar had ik geleerd waar die mensen die melkpap maken. Met andere woorden, hulle gooi niet zoals ons vandaag water in die pot gooi om te laten koken, maar hulle het met schoonmelk het hulle in die pap gemaakt en hulle het die melkstijsels, dat lijkt zoals die brims, sal ek maar sê, maar het is melkstijsels wat hulle gemaakt het. En dit was genotvolle tye geweest. Ons so in die veld het ons baie van die eindjes, jy weet hoe die eindjes daar, die eindjes gegrawe, dit gekook, geëet. Ons het ook uit die veld uit gelewe. Ons het soos hening, soos, mag ek dit dan noem, soos klipbokke, soos haasies, dis die lekkerste vleis wat ons geëet het, wat altyd daar was. As die man vanmorgen uitgegaan het en loop gejaag het, dan kom hy met 2 klipbokke en daasies, 3-4 daasies. Dat was die volopste vlees. Wanneer jy slag, moet jy dink wat het jy nodig. Wil jy
als je beplan voor vellen waarop je moet slapen, want daar was die matras in goed geweest. Dan kijk je hoeveel vellen heb je al reeds. En hoe lijkt de kleur van de vellen. Dan gaan slag je niet zomaar net niet. Dan moet je een vel krijgen, een bok krijgen wat je nou kan gebruiken, dat je vel kan gebruiken, wat je hem daar kan inpassen. Want je hebt dan de verschillende kleuren. Verschillende kleuren en dan moet, want uit die vellen uit, moet daar patronen uitgesneden worden. En die inse patronen daar uitgesneden is, moet misschien hier, die witte zijn misschien hier bij die zwarte inkomen. En die zwarte zijn patroon bij die witte inkomen. En die rode zijn kan misschien ook een witte krijgen of een zwarte krijgen. Zo worden die patroontjes uitgewerkt. Jenning, veldvlees. Maar dat zijn een veld met zijn deslaan. Die andere bijgoed, die mensen niet kennen. Ik heb die brood nooit. Ik heb het asbrood gekend. Asbrood, rossebrood, potbrood. Maar gauw melk. Jening, wulp. Onze daar was slag, daar was vee, maar oh, ik heb meer wulpvlees gegeten. Als maar. Als ik wulp veld toe ga, dat ik een bok wat ik breng, dan maak ik om over dat hij springbok, kos, dat gekook. Als moet je ijskast dan niet. Onze ijskast was die kokerboom, stam. Die kokerboom stam wordt uitgesneden. Lekker uitgehol, bovenop. Wordt net nat als streepzak. Die gooienzak op is nat gemaakt en dat wordt net zo nat gehouden. Dat is cool, dat is die koelkast. Daar wordt vlees ingezet, daar wordt melk ingezet. De grondstam maak je net zo een diertje met die kokerboom, maak je hem toe. Dit was de ijskast. Waar heb ik me grot, zo de grot geraakt. Ons nasie is baie aan die natuur ook gekoppel. Die kooi en saammense het 'n verbindenis met die natuur. Dit is een van die groot dinge in ons bestaan, natuur. Even as jy bid, jy voel jy is aan die natuur geconnect. Die ander ding wat ma my geleer het is, sê maar soos 'n meis in die huis. En wanneer die rond is, haar roep die meisjes met haar rond. Ons moet hom nie doodmaak. Of sê sy blinkoog, ek noem hom ons nou blinkoog, die wat hier teen die huis, teen die muur loop. Ons moet hom nie doodmaak. Ek moet maar die sterme sê wat sy my altijd gesê het. As jy hom doodmaak, dan gaat hy vastkleef in jou hand of op jou lijf, aan jou vel. Sal hy vastkleef, dat jy hom nie afkry. Al wat hom afkry is die, jy moet eerst jou band oploos maak en akkies. En dan as jy geakkies het, moet jy van jou eie akkies eet, laat ek hom afgaan. En ek het geglo. Ek het geglo seker tot ek later groot moet opraak. En so dat ek die diertjie later versigtig raak, want maar net vlieë vang. En toe ek nog ouer raak en ouer raak en sien, maar die ding is misschien waar. En toe vraag ek vir mama, nou maar hoekom moet jy my so gelei het? Vandag sê ek my kinders, as oudtijdse stories, jy moet nie vir my dit vertel. Nou sê ma, meitje, ons het misschien die jare doem en goed gehad. So dis moest die vlieë gif daar eindelijk, wat die vlieë loop en vang. Daar jy moest die probleem met vlieë in die huis. Was my oma was ook een vrou wat nou kindertjes gevang het. Sy het kinders gevang. Vroeg vrouw was zwanger, ek gesmeer. Dan gaan samen met haar gaan ek veld toe, s'ochtends. Vroeg morgen, voor de zon uitkom, dan was in die veld dus. Waar sy nou die medicijne loop vat. En as die medicijne vat, sy net nie. Je vat, je maak daar by die broiler. Die zwartstorm, hoe zei mijn zwartstorm? Maar ze is zo blauwbos, met een zwart wortel. Grootje. En dan haal ik me nog twee, drie wortels daar af. Dan vat ze een knop of een lap van haar, ze maakt hem daar aan vast. Dus hoe je hem nu betaalt. Je kan hem niet afsnijden, je moet hem betalen, je zweet daar los. Je verbindt je eend, je zweet eigenlijk in de tieren. Zo had ik met oma, vader zei, medicijnen, kom oma, dan moet ik medicijnen malen nog. Die maalklap zit, dan moet ik gemalen. Hij wordt snijf gemaakt,
voor die kopwanden in die kop of baarmoederwanden gebruikt worden. Maar dat zijn die rooistorm, die zwartstorm, wat, die witstorm, dat wordt nou gebruikt voor die baarwand. Als ik uitgaan, heeft mijn ma altijd lapjes, klein stukjes lapjes gevat. Zulke lange stukjes. En dan hier vastgemaakt. Ik heb altijd gewonderd hoe moet je hier vastgemaakt. Maar dan, als hij van een medicijnenbos afgelopen vat, het, dan heb je dat lapje daar neergezet. Dat is een betaling. En dat is hoe hij geopereerd heeft. Wat hulle ook gegloed is, dat moet niet soos hier in Koos, dat moet niet hier na bij die dorp is. Dat moet een beetje dieper in die veld omself is. Ja, als hulle medicijne gaan vat. Dat is nog altijd mijn begeerte. Laat vandaagse kinders wat opgroeien, die waardes moet behouden blijven. Sien, dan zal ons mensen wees. Maar als ons nou graag wil mensen wees wat in die stedelijke gebieden wil lopen, voor ons past dat gedeelte. Ik wil zien, ik wil berken zien, ik wil niet in gebouw vastkijken. Dat is die liefde wat ik wil leven. Dan voel ik gelukkig. Ik heb voor mijn schoolkinders altijd gezegd, weet jy, hierdie Engels waarmee ik julle spog. Daar die Engels mensen kan eens niet één enkele woord in totaal zeggen. Maar wanneer je Engels praat en foutief praat, dan lachen mensen jou en hulle is kritisch ingesteld. Nou, ik gee niks om nie. Ik kan om krom of skeef praat, maar ik gee nie om nie. Die feit is, dit wijs, ik is beter af als daar die man wat net Engels kan praat. Is zo? Ja. So, en dit is dit wat ons bij die kinders moet thuisbrengen. Ik zie niet een ander plek. Ik zie niet een ander plek. Ik zal uitgaan naar een ander plek toe, maar hier met mijn graf zit. Omdat mijn nageboorte hier zit in Koos, zal ik zeker nooit ooit mijn leek in een andere plek wil opzien liggen. En dat is waar mijn liefde is. Mijn nageboorte is op die plek. Koos. As 'n mens hier deur die Rigtersveld ry, dan dink jy, liewe aarde, hier groei niks nie, hier leef niks nie. Maar moenie 'n fout maak nie. As jy eers hier in die klipperige rande begin rondstap, sien jy oral lewe, daar's plantjies wat groen blare uitstoot, blommetjies in die tussen die klippe in die sand. En so is dit vir my met die Nama volk. Kyk fyn, hulle kultuur lewe, hulle taal lewe. Dis 'n vierde nasie hierdie, trots daarop om Nama te wees. Oral hoor jy die refrein, ek is 'n Nama. Ek is ook so bly om te hoor dat Khoikhoi Goab nou aangebied word as 'n vak by die Universiteit van Kaapstad en dat dit ook op skool in Koobus geleer word aan die kinders. En as jy in Koobus rondstap, hoor jy oral net hoe praat die mense Nama. So Nama leef en my hart is baie bly daaroor. Ek het baie hoop vir hierdie volk. Ek het hoop vir hulle voortbestaan en ek het hoop vir hulle groei.